Daar ben ik. Het is vandaag zaterdag 19 oktober. De dag dat ik in het huwelijksbootje ga stappen. En nou ja, het is vandaag dus eigenlijk niet echt 19 oktober. Want het is eigenlijk vandaag 15 oktober. Een paar dagen, nog 4 dagen. En dan is het zover. En ik wilde jullie vandaag gewoon even een kort berichtje geven, vertellen, zeggen. Dat ik jullie wil bedanken voor alle leuke comments en mails en tweets en Instagram berichtjes over mijn bruiloft. En alle gelukswensen en tips en ideeën de afgelopen maanden. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ik hoop ook dat jullie genoten hebben van de trouwblogs van Clemy, de wedding planner. En dat jullie ook over mijn eigen artikelen, dat jullie die leuk vonden. Zoals de look en de bruidsbehandeling bij Skins. Stond toch allemaal een beetje in een huwelijkstintje de afgelopen maanden. En ik ga jullie vandaag een sneak preview geven van de jurk en de schoenen. En vandaag is het dan dus zover voor mij. En later komen de foto's ook op de site. Een aantal in ieder geval. Maar vandaag voor jullie een sneak preview. Zodat jullie toch een beetje met mij mee kunnen leven. Omdat ik weet dat jullie dat heel erg leuk vinden. Martine en ik plaatsen vandaag natuurlijk ook Instagram foto's. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Dus volg zeker weten @Martini10 en WillemijnVL op Instagram. En op Twitter @Martini10 en @Mijn0. En dan nu even door naar de schoenen. En dat zijn deze nude, lichtroze Ted Baker pumps met een gouden onderkant en een roze aan de binnenkant. En er zit een klein knopje op met Ted Baker en er staat zelfs een spreuk op de schoen, namelijk Cinderella is proof that a new pair of shoes can change your life. Nou, dat is toch prachtig? En ze lopen ook nog lekker en ze waren 120 of 130 euro. Dan de jurk. Zoals jullie weten, mijn moeder heeft hem gemaakt. En nou, ik vind dat echt heel erg knap van haar. En ik ga hem een beetje uit de hoes halen. Niet helemaal, want ik heb mijn moeder beloofd dat ik hem eigenlijk heel voorzichtig zou behandelen. En dat ik er niks mee mocht doen totdat het zover was. Dus ik ga hier nu een beetje een poging... Oh, wacht. Nee, het gaat wel. Martine is de dochter, die kan me zo weer helpen. Kijk. Nou, ik ga er niet te veel aan trekken en hangen en zo. Maar... dit is de jurk. Het is een korte jurk geworden met lange mouwen. Ja, je ziet het nu echt niet goed hoor, jongens. Kijk, het is met strapless en dan met een hele kanten bovenjurk eroverheen. Maanden en maanden heeft mijn moeder hier aan gewerkt. Sinds de zomer eigenlijk, begin zomervakantie. En nou ja, dit is de jurk geworden. Ik kan hem helaas niet zo goed laten zien, maar jullie... krijgen absoluut foto's nog te zien. Nou, verder hebben we een vrijgezellenfeest dus gehad door Martine. Ze schrijft in het artikel hieromheen nog een aantal tips. Want ze had allerlei leuke plannen bedacht en gezien en tegengekomen. Dus zij heeft nog wel wat leuke tips voor jullie. Verder komt er waarschijnlijk maandag een kleine update met nou, hoe het was en hoe ik eruit zag. En dan komen in de loop van de weken nog een aantal artikelen over cadeautips voor je gasten. En do-it-yourself artikelen die ik heb gedaan voor mijn bruiloft. Dus er komen nog een paar bruidsartikelen en dan is het echt gedaan met de pret. En dan voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Tot snel. Van tevoren alvast bedankt voor alle felicitaties die jullie mij gaan geven. En bedankt voor het kijken. Doei! Moet ik even deze omhoog houden? Is dat leuk als teaser of zo? Een vrijgezellenfeest? Ja, voor bij die video. Zo van dat ik er 2 shots uit doe. Eentje het vrijgezellenfeest en eentje zo... ja. Moet je me alleen wel even moeier voor je houden. Nu lijkt het gewoon uit een zak. Ja, dat lukt niet echt. Wacht, ik zal hem even uitzetten trouwens. Nou helemaal... Goedemiddag. Wij zijn op de party. Nee joh jongens, Willemijn is een beetje aan het controlfrieken. Want wij hebben natuurlijk voor alles nog wat geregeld. En zij weet niet wat. Dus ze zit hier echt constant in de zenuwen. Vertel me nu! Ja. Ik word op mijn uitzin af aan jullie. Ja, precies. Nou, wat leuk is eigenlijk. Ik zal mezelf even filmen. Saar, je hebt alle aandacht hier vandaag. We wachten... We wachten alleen nog op een nieuwe schoonzus. Want net zag je Alida, die kijkt natuurlijk. En het andere meisje is Tjuke. Dat heeft een relatie met Wouter. Dat is weer de broer van Willemijn. En Tjuke heeft een fanzus, hoorden wij net. En die... hoi Joukje! Hoi Joukje! En die vond dat Tjuke netter gekleed moest gaan. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet, maar het was wel heel grappig om te horen. En even kijken hoor. Willemijn zei net, zal ik thee zetten? Heb je nog theezakjes nodig? Nou, straks zullen jullie wel zien waarom wij daarom zo moesten lachen, hè Ali? Want dit is natuurlijk echt belachelijk. Ja, ik weet het niet zo wat het betekent, maar... Nee, jongens, ik kan hier niet tegen! Wat leuk! Heb je dit helemaal zelf gemaakt? Helemaal, ja. 2010. Cadeautjes time! Hilarisch! Oh, zie logo. En ik ken. Ah, want je hebt natuurlijk gewerkt bij de Cinderella. Oh, wat leuk. Oh, dat is leuk. Oh, leuk Fabienne. Madame, jij met je camera erbij. Oké, ik moet het even snel doen, want zometeen komt degene waar het om draait. We hebben namelijk een high tea besteld voor Willemijn thuis. Via Fresh Today. Alleen ze staan in de file, dus ze zijn een heel stuk later. En ik maakte me al zorgen. Ik denk, shit, dadelijk komen ze niet of zo. Maar we gaan dus gezellig thee drinken dadelijk en kletsen. En dat weet ze dus nog niet. Ja, het is wel heel obvious natuurlijk nu, maar er staan 6, 5 theepotten op tafel of zo. Dus het is wel heel obvious. Maar het leuke is dat ze denkt straks dat we klaar zijn. En dat zijn we dus niet. Want dan gaan we dus zeg maar drinken, zuipen, met allemaal soort van drankspelletjes. En dat weet ze niet. En dat wordt echt heel erg lachen. En volgens mij dat kan zijn dat diegene er nieuw aankomt. Dus ik ga nu naar beneden, de high tea ontvangen. En we filmen zo meteen nog wel een paar stukjes. Oké, ja. Nou, wat heb jij gehad? Een high tea! Een high tea aan huis! Kijk jongens, wat een lekker lijn. Lekker! En want, nu weet ik ook waarom ik niet mocht eten. Ja, je mocht niet eten van mij. Want anders had ik geen plek meer hiervoor. Moet er nog even een lepel op? Broodjes, tapas. Hoi! Daar ben ik weer. We zijn een paar uur later. Martine heeft me, en Lida en Dielke en Fabienne hebben me verrast met een high tea. En we gaan nu even Sarah uitlaten. En ik heb bunny oren opgekregen. Ik weet niet of je ze kunt zien, maar iedereen heeft bunny oren op hier. Ali, kom er even bij. Ja. En... Kijk eens, we hebben net een leuk spelletje gedaan. Willemijn, wat heb je gedaan voor spel? Nou, Martine had een hele smerige vest. Het was helemaal niet smerig. Oh, het was dit vies. Maar deze twee hier, die zijn wel behoorlijk achter het kiezen. Die vonden het heerlijk. Abba. Misschien moet je voor de jongens kijken geven. Maar wat moest je doen? Nou, ik moest vragen beantwoorden. Als ik hem goed had, dan moesten zij drinken. En als ik hem fout had, moest ik drinken. Maar ik heb eigenlijk een beetje vals gespeeld dat ik werd aangelegd, want het was niet te sluiten. Flauw! Ja. En want dit is echt... Oh, wat is dit vies, jongens. Als je onder de 18 bent, mag je dit echt niet drinken. Het is echt slecht voor je hersenen en voor je darmen en maag. En het is heel lekker. Ik had Jur inderdaad betrokken in dit complot. Die moest vragen beantwoorden en heeft hij op een hele knullige, droge manier gedaan. Dus dat was echt hilarisch. Uiteindelijk hebben Duke en ik en Alida volgens mij het meeste moeten drinken, dus die... volgens mij wij het meest, ja. Ja, wij hebben het meest. Ja, Duke en ik hebben het meest gedronken. Ben ik geslaagd voor de relatietest? Je bent geslaagd voor de relatietest. Ik vond het heel veel dingen knap, zoals wat Jurre aan had toen hij voor het eerst met Willemijn zoende. Vond ik wel heel erg knap dat ze dat nog wist en zo. En ik zal de vragenlijst even ook online zetten voor jullie. Als je ooit een vrijgezellenfeest hebt, is hilarisch. Jullie bedankt voor het kijken en we zien jullie bij de volgende keer weer. Doei!